De Raad voor Verpleging in Suriname, RAVSU, wil werken aan de verdere professionalisering van verpleegkundigen. In dat kader is RAVSU in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid vandaag van start gegaan met het Leadership for Change programma. Het gaat om een internationale training om de standaarden van verpleegkundigen wereldwijd te verhogen. Voor het programma Leadership for Change zijn er leidinggevende verpleegkundigen voorgedragen en uitgekozen om zich verder te scholen in leiderschapskwaliteiten binnen de zorg. De training is bedoeld om verpleegkundigen voor te bereiden op management en leiderschap bij veranderingen en hervormingen binnen de gezondheidssector. COFAP-directeur Angel Wardelay Kumbangsila, die tijdens dit programma zal optreden als trainer, haalde aan dat de verpleegkundigen met de opgedane kennis zullen bijdragen om gezondheidsdiensten te versterken. Ook ondersteunt de training verpleegkundigen bij de ontwikkeling van gezondheids- en sociaal beleid, zodat zij effectieve en dynamische leiders en managers kunnen zijn. De voorzitter van RAVSU, Carol de Baas, haalde aan dat de verpleegkundigen die zich aan deze training hebben gecommitteerd, veel zelfstudies zullen moeten doen. But it also supports nurses to align the contribution of the profession in socio-economic, professional and regulatory development. The program supports nurses to maintain and advance their own competency and to identify, develop and support future generation of leaders. En deze lead trainers zullen de rol innemen als te zijn facilitator. Dat wil zeggen, u als participanten zal zich zoveel mogelijk in moeten zetten, zoveel mogelijk zelf dingen moeten doen, dus een beetje zelfsturing. De lead trainers zullen u slechts faciliteren in het programma. Zij zullen u door het programma heen brengen. Dus moeilijk is het niet, we zijn al verpleegkundige leiders en we weten precies hoe wij het traject zullen verder oppakken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bij het uitvoeren van dit programma een partner gevonden in de PAHO. De vertegenwoordiger van PAHO, Rosmond Adams, is ingenomen dat Suriname zover is om dit programma door te voeren in de zorg. Het biedt volgens hem de mogelijkheid om standaarden voor verpleegkundigen op internationaal niveau te brengen. Minister Amara Madin van Volksgezondheid haalde aan dat deze training in Suriname wordt uitgevoerd nadat er een verzoek is gestuurd naar de Internationale Raad van Verpleegkundigen. Nurses do play an important role in policy development, especially in really pushing forward the health sector. The COVID-19 pandemic showed us the important role, the leadership role of nursing, that nurses were everywhere from, you know, from the political level right down to the patient care level, and we cannot underestimate the roles that nurses will play, and we have to continue to support nurses and to support this new cohort of learners as they take part in this program. LFC programma's zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de landen waar ze worden uitgevoerd. Dit wordt bereikt door nauwe samenwerking met nationale instituten. Ze stellen deelnemers in staat om inzicht te krijgen in wereldwijde gezondheidsuitdagingen, internationale leiderschapsstijlen te begrijpen en worden eveneens blootgesteld aan en analyseren van verandermanagement in de context van het herontwerpen en transformeren van gezondheidszorgsystemen en gezondheids- en sociaal beleid. De minister haalde aan dat met het Leadership for Change programma er gewerkt wordt naar een sterkere en efficiëntere personeelsbestand dat op zijn beurt aanzienlijke voordelen kan opleveren voor de bevolking. De opening van de Leadership for Change training was vanmorgen in de kantine van het Elsje Fink Sanitjaar College.